Maar dan vallen nummers bijvoorbeeld op. Kijk, wat heel interessant is, een van de nummer van Jonathan Entwistle, neef Nico bij ons, Cousin Kevin. Dat is een, in de vertaling van Jan een heel goed gelukte, hele scherpe, ik denk dat het een van de meest scherpe Nederlandstalige popteksten is. Met een echt een nummer met een bite. Ja. Waar het ontzettend leuk dat Spike dat ook gaat doen. En dat is ook, ook een, ja, daar komen wel twee dingen bij elkaar. Hij kan het ook heel scherp en behoorlijk agressief neerzetten. En dat is lekker. Het is dus geen brave Nederlandstalige popmuziek. Het is niets wat zeg maar Doe Maar was met al zijn kwaliteit. Ja. Dit is echt met het mis erin. Maar je zei, er komen twee dingen bij elkaar. Welke dingen komen er bij nou, elkaar? Nou, de manier van spelen, de stijl van spelen van Spike, die als gitarist heel energiek is en scherp is. En ja, toch een van de gitaristen in Nederland, live op het podium, die er echt staat. En nu, dat Spike dat nummer brengt in een Nederlandse tekst, die echt gaat over extreem pestgedrag tussen kinderen. Extreem. Tot de dood erop volgt. Ja, dat vind ik wel, dat vind ik wel heel mooi bij elkaar komen. En daar werkt bijvoorbeeld ook de vertaling. IJzersterk. Dan hoor je echt een ander nummer dan het origineel. Terwijl het gewoon een vertaling is. Okay. Is alles nu al klaar? Ja. Het album is opgenomen. Dus en zeg maar, en je had de show? Ik bedoel, je zei nee, nee, daar beginnen we nu mee. Dus we hebben natuurlijk uiteraard voor gekozen de bandbenadering. Dus eerst het album opnemen. En nu gaan we het live doen. Nu repeteren zij met elkaar weer om het te kunnen reproduceren. En dan gaan we de vloer op. En dan gaan we ons de ensenering maken vanuit dat concert. Want het is geen musical, het zijn geen scènes, het zijn geen dansjes. Alles is muziek. 1 uur en 20 minuten. En vanuit die muziek gaan we proberen dat te theatraliseren. Heb je daar verhaal... ideeën over? Ja, 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 ja. Kun je eentje vragen? Nou, een van de dingen is. Het begint met een band, punt. Verder helemaal niks extra's, er hangen geen videoschermen of wat dan ook. Het is, zelfs de boksen doen je een beetje denken voor de kenners aan de geluidsboksen, waar de Hoe beroemd mee is geworden. Ja. Want ze zijn natuurlijk ook grondleggers geweest van het live geluid. Het is echt de eerste grote rockband uit de geschiedenis. Dat is het eerste beeld wat je ziet en langzaam gaan we op verschillende manieren daar schermen in brengen. Die een beetje ons naar binnen doen kijken naar die wereld in het hoofd van Tommy. En welke beelden gebruik je dan? Ja, dat zijn tamelijk abstracte beelden. Die maken we zelf. Het is abstract, het is niet we gaan niet zoveel illustreren. Dat zou alleen maar de muziek weer in de weg zitten. Je blijft de band volgen, je blijft via de muziek gaan we associëren naar beelden. Bijvoorbeeld, noem maar wat, een van de dingen is dat we bijvoorbeeld een trigger op de bassdrum hebben die heel actief is bij Keith Moon. En ook bij Jamie, want hij speelt dat aardig virtuoos, komt hij in de buurt. Die bassdrum is weer getriggerd aan beelden. Dus zo zie je ook de muziek weer letterlijk in beeld vertaald. Dus we gaan proberen om dat echt één te maken. Dat is een van de dingen. En we hebben natuurlijk twee zangers erbij voor de core partijen, maar die zingen ook de niet-Tommy partijen. Dus er is een vrouw die de Acid Queen doet. Er is een man die oom Henny doet en de dokter doet. Daardoor krijg je, wordt het ook voor Tim draagbaar. Want het is, de Hoe heeft natuurlijk nooit al die nummers live gedaan. Dat is ook bijna niet te doen. Maar daar brengen wij een soort balans in. Waardoor we dus op de meest simpele manier willen we het verhaal volgbaar maken. Hoewel dat verhaal soms helemaal niet eenduidig is. Dan vliegt het alle kanten. Maar we willen het publiek wel helpen. Je moet een verhaal in. En dat gaan we op via de videobeelden, via dat er ook meerdere personages zijn, gaan we dat benaderen. Wanneer is geslaagd, zeg maar? Heb je een boodschap? Moet je een boodschap overbrengen? Of wanneer, wat je wil? Nee, nogmaals, het is een rock-opera. Daarmee bedoel je te zeggen, de muziek is, het gaat om de muziek en wat de muziek overbrengt. Dat is wat we willen helpen. Okay. Dus in eerste instantie is het voor mij heel erg geslaagd als mensen zeggen, wat is dat, virtuoos gespeeld. Okay. Dat zou het mooiste zijn. En niet zeg maar die boodschap van het messiaanische... Nee, want dat wordt onmiddellijk ook alweer gerelativeerd door de Hoe zelf natuurlijk. Want er blijft helemaal niks van over. Je moet in de muziek en dat moet je raken. En dat moet beelden bij je losmaken en dat moet verhalen bij je losmaken. En dat hoop ik te hebben. Dat wil ik helpen. Maar het wordt natuurlijk gewoon afgerekend met hoe virtuoos gaan wij dit muzikaal op het podium zetten, live, live, live.
En ja, dat is altijd het wonder van de hoe geweest, die concerten. En die feel, waar direct dus ook echt een live band. Daar zit hun grootste kwaliteit. En dat willen we creëren. En dan lijkt het op een goede manier helemaal nergens meer op. Dat zou mooi zijn. Hoezo? Op een goede manier? Nou, op een goede manier lijkt het dan nergens op. Want je kunt het niet vergelijken met een normaal popconcert. En je kunt het niet vergelijken met een musical of iets dergelijks. Het is ons eigen ding. Oké. Dankjewel. Ja, graag gedaan.